Ella, ik heb er. Oké, ze zien wel in, ja. Anders laten ze jou hier. Hier. Maar ze zien wat in jou. En anders laten ze jou niet zo ver gaan. Ik heb zeg maar. Als Jens weg is. Je gaat. Sorry. Klinkt heel. Even zo. Ja. Het klinkt heel gek. Maar als er een geliefde of een persoon waarom je geeft. De poort uitgaat, ga je een soort rouwproces. Mijn rouwproces is als volgt gegaan. Ik was boos. Ik was verdrietig. Je hebt alles. Ik was teleurgesteld. Uh-huh. Ik was weer boos. Je hebt alles gehad. Ik was weer verdrietig. Tegelijk met boosheid. En ik was weer teleurgesteld. En zeg maar, ik ben daarna weer verdrietig geweest. En ik zit nu op het punt waarop ik weet, Dylan is de poort uitgelopen en Jessie heeft mij daarna een knuffel gegeven. Ik mag weer een beetje blijven. Milena. En die knuffel, ik wist het daarvoor al, maar ik weet nu, mijn besef, zeg maar mijn hoofd, heeft mij verteld, jij gaat blijven tot het einde der fucking tijden. Milena. En dat is oké. Besef je? Je hebt die knuffel met Jessie gegeven. Al heb je die met mij gegeven. Of heb je die met Jelly gegeven. Of heb je die met Lexi gegeven. Jij blijft hier. Ja, maar hij blijft dan zeg maar terwijl hij mij een knuffel gaf als in. Ik heb ook daar tegen Merel gezegd, Merel, jullie besluit voor mij wanneer ik wegga. Hoe slag ik weg? Milena, ik zeg nee, maar heel eerlijk. Oh, jullie kiezen wanneer ik wegga. Ja. Milena, ik wacht even. Voordat jij. Bij de laatste zes. Mag ik heel even zeggen? Ja. Hou je mond dicht. Laat me alsjeblieft heel even praten. Oké, okay, even. Milena, jij blijft hier tot de laatste vijf. Jij blijft hier zitten omdat jij een dooie speler bent. Jij nee. Dat is één van de redenen. Maar ook, echt waar, Milena is nog 21, hè? Wie de fuck zit boven? Oh, oké. Okay. Milena is nog... geloof ik niet. Helemaal niet. Helemaal fucking niemand. What the fuck? Helemaal. Dat was echt heel creepy. Echt? Ik hoorde iemand. Helemaal niemand. Zijn hier misschien muizen of zo? Of ratten. Er zit hier echt niemand. Dat is gewoon... Nee, maar echt. In de kleedkamer zit niemand. Daar staat niemand. Er is hier echt niemand. Ik hoorde wat. Ik hoorde serieus wat verschuiven. Ik hoorde de stoel. Ja, ik ook. Maar er zit hier in ieder geval niemand. Dat is oké. Ja, ik zie het. Ik zie het met mijn eigen ogen. Er zit hier niemand. Maar het fucking spookt hier. Oké, ik geloof op 31 november 2019 geloof ik officieel in spoken. Oké, ja. Ik wil mijn verhaal even afmaken. In Utopia 2019, Utopia 2, zes spoken in silo. Heen en weer schuiven of iets daarvan? Absoluut. Zeker. Zeker. Maar fuck dat. Fuck jullie. Maar we weten nu. Ik vind het in ieder geval fijn dat er nu niemand boven is. Dat vind ik een fijn ding. Oké, ik ga even. Ja, in ieder geval niet verhaal. Van Utopia. Dat is fijn.
Zij kan nog heel erg ontwikkelen in bepaalde... Je kan jou nog best wel vormen, denk ik. Dus ja, ik denk dat mensen... dat ze nog wel iets... Dat ze iets in haar zien. Waardoor zij misschien wel bepaalde dingen kan gaan halen. Mm-hmm. En ik denk ook dat mensen buiten iets in haar zien. Ja. Waardoor zij ook misschien wel zeker bij de laatste 5, 6, 7, ik weet niet... kan horen omdat zij een bepaald uitstraling Milena is fucking beauty. Eén van, en ze is ook intelligent en ze weet waar ze over praat. Ze weet hoe ze praat. Ik denk dat mensen dat zien en dat ze daarom jou niet wegsturen. En dat zijn de redenen waarom mensen niet op jou gaan stemmen. En dat jij misschien zeker bij de laatste 7, A6, A5 misschien wel gaat horen. Omdat je daar, omdat jij het meeste eruit trekt uit jouw utopia, sorry. Utopia. Utopia tijd. Ja, sorry. Komt echt door de drank. Maar dat je daar het meeste uit trekt. En de mensen die hier tot 7, 6, 5 blijven. Ik denk dat mensen gewoon iets in je zien. Weet ik, jij bent jong. Je bent jong en dat is echt een van de redenen. Je bent alles. Je bent een dode speler. Ja, inderdaad. Een winnaar wil liever een dode speler naast zichzelf hebben dan een winnende of een sterke iemand. Bijvoorbeeld, ja. En dat snap ik heel goed. Maar je moet achter elk verhaal zit twee kanten. En de kans is inderdaad, ja, je bent hier een dode speler. Maar ja, je bent ook een interessant persoon. Dus het heeft twee kanten. En je moet het altijd vanuit twee kanten ook zien. Milena, weet je wat het leuke is? Mensen zeggen altijd, Shelly is dom. Oh, dat was Shelly zo allemaal helder. Ik hoor het zo vaak. En ja, inderdaad, soms zeg ik ook zeker... Jij zegt heel veel domme dingen. Maar ik kom weer gewoon van... Je bent niet dom. Dan weet ik het gewoon niet. Of je dan bent niet... weet ik niet hoe... Wat dat is. Ik zeg het niet. Ik zeg het ook. Ik zei gelijk van... Leuke mannen. Ook komen er mooie mannen. Maar anyway. Ja. Ik zeg heel vaak. Ik zeg heel vaak. Ja, maar weet je, dat is... Dan dat ik... Dat ik oprecht niet weet wat het is. Ik zeg zo vaak. Ja, maar dan weet ik het oprecht niet. Ja, maar je gaat weer door me heen. Ja, sorry, maar dat is dan oprecht. Omdat ik zeg heel erg vaak. Wat het is? Ik zeg heel erg vaak. Shelly, die zegt heel vaak de truth. Maar ze weet het zelf niet eens. Nee, ik ben niet dom. Weet je wat ik denk? Je bent niet dom. Iedereen is dom op een bepaalde manier. Want dom is... Dom bestaat niet. Nee, dom bestaat wel. Nee. Dom is onwetendheid over een bepaald onderwerp. Jij bent dom over... Ik ben dom in rekenen. Ja, ik ook. Ja, ik zeg het en, ja, maar dom je dan dom? Of noem je het gewoon... Dom is... Je weet het gewoon. Onwetendheid. Ja, onwetendheid. Nee, maar dom bestaat niet. Domme onwetendheid. Ja, ik vind niemand dom. Ik vind dom onwetendheid. Over bepaalde onderwerpen. En ik heb inderdaad ook dom wijf genoemd. Maar dat was meer dat dat gewoon eruit... Ja, maar dat komt er gewoon uit. Maar dat bedoel ik niet. Misschien was het beter dat ik zei van stom wijf of zo, maar... Dom ben je zeker niet? Ik was op dat moment een dom wijf voor jou. Nou ja, het kwam er gewoon uit. En niet eens denkend van je bent dom, maar het was gewoon van... Milena... What the fuck? Overkom mij nu, dom wijf. Ik heb jou een kutwijf genoemd. Ja. Milena, ik heb jou een kutwijf genoemd. Ja, dat geloof ik. Ik heb jou een kutwijf en ze dacht ik, wat een kutwijf is dat? En toen kwam Gerrit met die opmerking en dacht ik, Milena, die avond heb ik tegen Shelly gezegd van, ik geef Milena gelijk. Want jij hebt dit gezegd. Ik heb jou ook uitgelegd. En ja, ik heb je gelijk gegeven en Shelly weet dat. Maar Shelly vond het echt irritant volgens mij dat ik haar... Dat ik nee, kijk, weet je, het kwam er gewoon mij uit. Maar zo heeft iedereen wel eens... Ik heb ook wel eens iets gezegd waarvan Jens daarna tegen mij zei, Milena, ik geef die persoon gelijk, dit was een muis. Was er een muis? Ja, daar. Nee! Die lopen in de auto. Nee. Maar ze komen hier niet, ze zijn bang voor jou. Ze zijn banger voor jou dan jij. Oh! Ze komen niet meer in de tent! Marissa, hierom.
met Freddy. Oh, wauw, die hebben we leuk. Ja, zo. Sorry. Weet je, even heel iets anders, hè. Laten we even... Ik sta daar vanavond... Ik vind het zo leuk uitzien. Dankjewel. Ik sta daar vanavond met Gerrit, ja? Gerrit staat, zeg maar... Waar die kaart staat. Welke? De achterste. Oké. Okay. En ik sta hier. En ik aai hem zo over zijn bol. En Freddy komt er aanlopen vanaf daar zo. En ze zegt tegen mij... Het was net alsof jij en Ger aan het zoenen waren. Dat ik haar echt zou aankijken en dat ik zeg, nee. En dat ik vanaf, ja, kan toch. En het leek zo, volgens mij, zei ze. En ik zo, nee. En dat Jessie tegen mij zegt, ja, nou ja, dat zou toch kunnen. Je bent nu toch een ander personage dan Milena. Je bent nu toch... Sorry. Ja, maar echt. Wacht even. Ik ga je heel... Fucking...
alleen zelf. Jenny en mezelf. Meer? Je, gewoon niet. Mag ik heel even als 32 vragen? Nee, wacht even. Zet jezelf op. Ik denk dat dat nog het ergste is. Fanny en mij? Maar jezelf. Ja, I know. Maar zeg maar, Fanny en jij tellen ook mee in het verhaal. Angels, wat ik al fucked up vind. Daarbij haak ik voor het verhaal van de 31. 32? Wat zei je nou? Ik ben 32. 32. Ik ga gewoon, wacht even, maakt niet uit. Maakt niet uit wel. Vrouwen, alsjeblieft, in het algemeen, maakt niet uit welke leeftijd. Het gaat over vrouwen hebben. Why this shit? Nee. Weet je wel, mag ik het overnemen? Ja, je mag het overnemen. Ik wil nog even wat zeggen daarvoor. Ik zou het niet doen. En ik ga het ook zeker niet doen. En het is een hartstikke leuke jongen. En oude liefde hoeft niet, maar niet als liefde. Het is een hartstikke leuke gast. En we zijn vrienden, zeg maar. We waren daarvoor vrienden. We spraken samen af in ons eentje, in zijn kamer. En we rookten samen een jointje. We rookten samen een sigaretje. En we waren nuchter. En we waren dronken. Maar we waren vrienden. Oké. Okay. Dat was prima en dat is nog steeds prima en ik zal nooit weer verliefd worden op Gerrit. Ik heb de bewuste keuze gemaakt om dat niet meer te doen. En wij hebben daarna nog vaak genoeg de mogelijkheid gehad om wat met elkaar te doen. Heb ik niet gedaan, heeft hij niet gedaan. Ik ben klaar. Ja, oké, mag ik alsjeblieft als 32-jarige Shelly, alsjeblieft. Oké, mag ik ermee? Ja, ik ben 32. Ik heb heel veel gezien. Ik heb heel veel meegemaakt. Ik heb gezien hoe vrouwen zijn gebruikt, misbruikt. Dat mannen hebben dat mannen hun echt heel erg leuk vonden. Ik heb gezien als 32-jarige vrouw, dit gaat echt raar uit mijn mond klinken, omdat ik weer heb laten zien hoe ik, in mijn 32-jarige leeftijd heb ik gezien dat mannen, ik ben gewoon grof. Ik ben rauw. Ik zeg waar het op staat, ik ben direct. Spill it. Mannen neuken wat ze willen neuken. Ja? Meen je niet? Ik meen. You for real? Ja, en er is een enkele man die ertussen zit. Van de, laat ik even een percentage nemen. 8 van de 10 mannen. Van 26 jaar en ouder. Die zijn serieus. Volwassen. En denken van, ik wil een toekomst opbouwen met een vrouw. Ja. Mag ik zo meteen, als je klaar bent, inhaken op jouw verhaal? Absoluut. Goed. Zeker. Die denken van, ik heb het spelletje allemaal gezien. En ik heb meegemaakt wat ik heb willen meemaken. En ik wil gewoon serieus zijn met mijn leven. En ik wil gewoon een leven opbouwen met één persoon. En daar wil ik het bij houden. Maar dat is 1 op de 8. Ja. Nee, sorry. 12. Maakt me niet uit. Maar heel weinig. Het is heel weinig. Het is echt heel erg weinig. Weet je, er zijn meer vrouwen dan mannen die single zijn. En, Vrouwen zoeken vaker stabiliteit dan mannen. Ja. Ja, en mannen denken gewoon fuck it. En ik zeg je heel eerlijk, vrouwen denken ook zo. Ja, dat snap ik heel goed. Denk ook zo. Dat kan ik me heel goed. Want uiteindelijk, kijk, we zitten nu in een situatie dat ze denken van vrouwen, jullie zijn sletten, jullie zijn hoeren. Ja, dankjewel. Maar niet jij, maar gewoon ook de maatschappij, hè? Het is de maatschappij. Kijk even naar de tienermaatschappij. Absoluut, maar je laat me nog steeds niet gewoon... Ik ga even plassen. Ga lekker plassen, wijfie. Ja. Want
de maatschappij waar we nu in leven, dat is snel. Dat is Tinder. Dat is Badoo. Dat is Snapchat. Dat is Facebook. Dat is Insta. Dat is alles. Daarom heb ik gewoon alles verwijderd wat ik heb kunnen verwijderen. Ik hoef die shit niet. Shit als Happen. Ik ken heel die fucking Happen. Ken ik niet, Milena. Als mensen voorbij lopen, wordt het geregistreerd. Ze komen in jouw lijst te staan en jij ziet wanneer ze voorbij zijn gelopen. Oké, Milena. Dat is, ziek, hè? Ik wil die shit niet weten. Ook al wil je het niet weten, het is dan sick. Het is fucking sick. De tijd waarin wij nu leven, dat is gewoon het gras altijd groener aan de andere kant. En het gras is niet groener. Ik kan jou, ik ben jong. Ik zie er jong uit. Er zijn hier mensen hier in dit utopia, in deze ideale samenleving, die zeggen dat ik oud ben. Ja, maar dat komt omdat wij hier best wel jong zijn. Best wel, wij zijn hier jong. De gemiddelde leeftijd is hier jong. 25. Ja. De gemiddelde leeftijd is hier 25. En dat maakt dat wij best wel jong zijn hier. Maar Shelly, ga alsjeblieft op de bank zitten. Nee, ik wil echt bij de kant voor, alsjeblieft. Nee, ga even daar zitten, man. Alsjeblieft. Ja, maar ik zat daar. Ja, ga gewoon even daar zitten, man. Nee, ik heb het, kijk wat ik aan heb. Ja? Ga prima. Nee, het gaat niet prima. Waar is het? Kijk! Oh, man. Milene is zo meedenkend. Waar is Lex achter? Nee, sowieso geen ruzie. Daar heb ik ook geen ruzie. Wat was ze nou zeggen? Tegenwoordig, jij bent oud. Ja, weet je, ik vind het gewoon te bizar dat ik op mijn 32-jarige leeftijd... dat ik nu al oud ben, terwijl dat als ik leg, eerlijk... Ik ga even hier dit breken, hoor. Ja, ga ik gewoon... Blijf je al staan, meisje? Oké. Waar. Nu, op dit moment, lag Lexi gewoon in de bed. Lag jij ook in je bed? Lag iedereen in zijn bed? En dan was ik nu... Oké, misschien niet. Maar dan was ik nu gewoon de privé-show aan Dylan aan het geven. Nee, ik lag niet in bed. Dylan, breng mij hier in bed. Dylan weet... Oké. Nee, maar weet je hoe vaak ik samen met Dylan gewoon samen aan het draaien waren? Ik was dan al lang in bed geweest. Dylan en ik waren dan een aantal keukjes gaan roken. En op een gegeven moment had ik een gesprek met Dylan. En dan wist ik gewoon van... Ja, het is klaar. En dan gingen wij verder. Ja. Maar ik weet wel dat... ga voor jezelf. Sta in voor je eigen... voor je eigen ik. Sta in voor je eigen mening. Je eigen mening. Je eigen power. Want ik weet je, Milene, jij bent 21. Zeg ik het goed? Ja. Net geworden. 21 september. 21 september. Daarom vond ik het ook heel kut. Dat mijn familie... Snap ik. 21-9-2019. Als ik... Pak dan. Mooie datum, hè? Een hele mooie datum. Ja, absoluut. En mama stond daar. Ja, mama is fucking lief. Maar ik weet ook, weet je, ook al sluit je me niet in mijn armen, ik weet wel dat jij me toch ergens diep in je hart, dat je denkt van, we hebben ergens een connectie. Nee. Denk gewoon bij jezelf, je hebt niemand anders dan jezelf nodig. En dit klinkt vanuit mij, weet je. Ik ben iemand die zegt van, je bent alleen gekomen. En niet hier in Utopia. Gewoon in je leven.
Als je ook weet waar jij vandaan komt, zeg maar, jouw leven. Je bent alleen gekomen. Je zal alleen gaan. En je zal alleen weggaan. Maar dus eigenlijk met de mensen met absoluut. Wie jij je omringt en met wie jij connect en ja. Zeg maar, waar jij aansluiting mee voelt, ja. Jij zal er niet mee eindigen. Maar je gaat maar het gewoon leren. Zal wel, je zal, zal wel bits en bytes zou jij nemen voor in jouw eigen leven. En dat zeg ik speciaal voor jou, want jij bent jong. En jij bent degene die nog het meeste kan buigen. Ik buig weinig. Ik buig wijs. Niet meer. Niet meer. Weet je, niet meer. Ik buig weinig. De buiging die ik maak, ieder jaar heb ik andere mensen met oud en nieuw. Ik vier mijn oud en nieuw bijna ieder jaar met andere mensen. Echt waar? Echt waar. Oh, wow. Er zijn mijn familie. Milena, ik hoop. En drie. Vrienden die blijven. Milena, het enige wat ik hoop, ik hoef niet mijn oud en nieuw met jou te vieren. En ik weet ook dat jij weet dat ik en wij oud en nieuw met elkaar gaan vieren. Maar ik ga je een appje sturen. Ja, ik jou ook. En ik hoop dat jij van mij gaat aannemen dat je iets in je mindset moet gaan veranderen om jezelf beter te maken. En dat zeg ik niet voor mezelf, dat zeg ik voor jou. I know that. Want I'm brave. Oké, okay, girl. Shelly weet niks, hè? I know. Dat weet ik. Dat hoef ik niet eens te zeggen. Nee. Dat weet ik. Dat weet ik. En Shelly heeft nu zoiets van, fuck. Maar ik weet ook dat Shell dat ook heeft. Shell's good. Ja. Shelly doesn't give a fuck. Maar zero. Zero fucking ik wil dat jij weet dat ik weet dat ik denk dat ik niet van halen ga. Ja, en dat okay. Is niet omdat ik denk van, je wilt hem niet halen, power. Je gaat, wil je gaat halen, hem halen omdat je... Ik wil je hem niet halen, maar ik ja. Ga hem wel halen. Daarom ga je hem halen. En waarom denk je? Maar ook... Hier niet. Omdat maar. Ik... heb laten zien wat ik kan. Ik heb 2 zanglessen gehad. Ik heb er geen fysiologie-les gehad. Niet 1. Fysiologie is nog te laag. Jij hebt niet de kwaliteiten gebruikt die je in huis hebt. Kijk even naar wat de fuck ik vandaag heb gedaan. Als ik meer tijd had gehad, had ik 3 ook gedaan. Het is fucking mooi geworden. Maar dan had ik iedereen opgemaakt. Niet eens. Ganse kaas. Hé, goed dat je duidelijk bent, weet je. Maar goed dat je duidelijk bent. Je weet, ik kan reageren op dingen, maar... Milena, ik ben... Jij moet groter dromen. Groter denken. Die laatste paar anderhalve maand. Zelf, wat wil jij oprecht? Ik vind mezelf niet modelwaardig. Waarom niet? Fuck shit, man. Dat, ja, maar even serieus. Nee. Omdat ik dat niet vind. Ik, why? Ik heb mezelf voor zoveel modellenbureaus aangemeld. Je weet geen idee. Ik heb echt mijn best gedaan. Oké, okay, even buiten modellen, carrière en shit. Als jij wil presenteren... Als jij voor een programma wil gaan werken... Heb je gezien hoe ik hier met die stemmingen sta? Ik heb je gezien hoe ik er sta? Zie je? Mag ik heel even uit mijn woorden? Maar maakt niet uit. Jij kan heel veel richtingen op... als je er alleen maar zelf in gelooft. Weet je? En dat je het kan. Even maar je buiten moet wel willen. Ja, maar weet je wat het mooie van jou is, Milena? Mag ik nog een keer even? Oh. Weet je wat het mooie is voor jou? Kijk, wij lijken op elkaar. Wij zijn de fucking 2 stiefzusters. Ja? Jullie hebben hetzelfde haar en ongeveer dezelfde huidskleur. Maar jij hebt iets donker. Jouw huidskleur is iets donkerder dan die van haar. Oké. Jullie lijken niet op elkaar. Maar toch maar wel. Maar voor de blanke tata's
niet voor jou voor donkere persoon. Ja. Ja, wij zijn identiek. Fuck off, want je lijkt op elkaar. Wij zijn echt identiek. Jullie lijken echt niet op elkaar. Ja. Zijn we niet, maar wel. Nee, echt. Hou op. Nou ja, laat maar Dree die hier naar kijken. We lijken op elkaar. Ja, ja, maar dat is wat ik zeg. Dree. Ik weet hoe het werkt. Zeg maar, nee, ik geef mijn mening nu even. Hou op met anderen hun mening bevestigen als jij het niet vindt. Als jij dat niet vindt, moet je dat niet zeggen. Fuck wat zij vinden. Wat Jens zei, alle kijkers zijn kut. Hij vindt dat dat mag. Milena, ik ben realistisch. Ja? Jullie lijken niet op elkaar. Ik vind jullie niet eens op elkaar lijken. Nee, ik heb geen blonde plukjes. Zij wel. Nee, maar Milena. Van achteren lijken jullie niet eens op elkaar. Ja, maar... jij bent... 1,30 en zij is 1,80 meter. Ik zou zeggen, klein en zij niet, maar... Ja, maar Milena, ik... Ik zie je eigen mening. Ja, nee, maar ik ben bij mijn eigen mening, maar ik zie ook realistisch en ik zie wat mainstream ziet. En denkt, nee, maar wij zijn mainstream. En wij hebben dezelfde krullen, al hebben we dezelfde krullen niet. Wij zijn... Jij spreekt alsnog je eigen mening wel uit. Nee. Als jij zegt, we lijken op elkaar, dan zeg jij, we lijken op elkaar. Nee. Maakt niet uit. Anyways. Ik vind dat. Ja, jij vindt. Ik vind dat. Dat mooi, dankjewel. Wat ik zeg... Ik vind het prachtig wat je zegt. Nee, maar dus... Wat zeker waar